We blijven vrienden onderweg. Ze elkaar een beetje in het uitverdedigen. Van den Berg uiteindelijk met het hoofd. Maar in de voeten van Coné, Cardona, de bal is erdoor, Mercier. Het is 1-0. Het is 1-0 voor Cercle Brugge op het halfuur. Voetbal is het mooi uit en de stand in evenwicht. Bij deze stand gaan we naar verlengingen. Mercier. Dan goal! Net niet! Van den Berg. Ja, Romo was al uit zijn doel om die bal te gaan tegenhouden voor de doellijn. Had niet verwacht dat Van den Berg nog ging koppen. Nee, je moet ook normaal heel die bal laten gaan. Je moet dat wel weten dat daar niemand meer is. Maar Van den Berg ook veel moeilijkere wedstrijd dan vorige week. Toen echt wel goed gespeeld, nu constant in de problemen. Voilà. Met Crisan binnen. 2-0. Ja, verlengingen zijn al niet meer mogelijk. En Beenschot weet even van geen hout pijlen maken. François richting Okotje. Aanname oké. Afleggen minder. Maar toch, Van Iften! Save van Nardi. En wat voor een save. En, absoluut nodig hoor, om die bal daar nog uit de hoek te ranselen. Van den Berg, de crossbal voor François. Kan alleen hem doorkoppen, maar daar is ook Plaka. Plaka geeft hem terug, François met de voorzet. En de kans in de goal! Van Iften maakt er 2-1 van. Mooie kopbal zeg. Paul van Iften. Herkansing Mercier. Daar is Romo. Met de vuisten, maar niet ver genoeg. Lambeau, twee keer. Nog niet gedaan. En dan gaan ze liggen. Oh. En krijgen we een penalty. Ook dat nog. Boucault wijst naar de stip. Cardona of Romo. Promotie voor Beerschot. Promotie voor Cercle. Wat wordt het? Cardona. Ja!
en trapt hem binnen. Romo zat er nog geweldig dichtbij met de hand. Maar de bal tegen de netten. En wat een ommekeer. Wat een ommekeer in deze partij. Ongelooflijk. Ja, ze gaan nog lang vieren. Dan toch viel via Van Heften? Nee, dat één goaltje genoeg was. Ik denk dat dat al veel keren bewezen is dat je dan nog... Oké, we hebben dan van alles gedaan om volk vooraan meer te brengen. Maar je moet georganiseerd blijven, want eigenlijk één goal is genoeg. En dat kan ook op 15 seconden van het einde. Dus moet je daarmee nog oppassen. Dus ik panikeerde niet op dat moment, want ik weet dat in 2-3 minuten kun je veel doen. Maar ja, ik was natuurlijk niet blij of niet... Ja, niet super zeker. De machine kwam bij momenten echt onder stoom. Hè? Jullie hebben druk naar voren gezet. Wat een ander gelaat dan het vorige weekend. Ja, maar vorig weekend lag het niet aan de bedoelingen. Ik denk dat de spelers misschien de boodschap een beetje te letterlijk hebben opgepakt. We waren gegaan om de defensie als prioriteit te hebben. Dat hebben ze heel goed gedaan. Maar ze hebben vergeten dat wij ook offensief iets moesten doen. En ik denk dat dat bij hen vandaag wel is doorgedrongen. Dat je moet vertrekken van een heel goede organisatie. Maar want je ziet nu vandaag, als je er 3 binnenkrijgt, dan kun je nooit niet winnen. Dus eentje was het maximum voor vandaag. Dus dat telt. En de rest wisten we dat we de kansen op de goals wel gingen maken. Je bent al geweldig analytisch, de boel aan het analyseren. Je bent kampioen, man. Ja, we gaan daar van genieten. En ik denk dat we veel mensen blij gemaakt hebben vandaag. Dus voor mij ook wat emoties. Aujourd'hui, on a été solide. Je suis fier. Fier de mon équipe. Merci. La larme de bonheur. Ouais, des larmes de bonheur. Malheureusement, il y a cette blessure qui vient gâcher ça. Mais c'est du passé maintenant. On va savourer. Hey.
terminer 100% le Rocky Balboa de Cercle de Bruges. Incroyable, Jérémy Taravel. Quel sentiment avez-vous après ce titre ici? Ah, c'est un sentiment incroyable. Comme j'avais dit avant le match, je savais que ça allait être un match difficile, qu'on allait gagner vraiment dans la douleur, que ça allait pas être facile. Mais je pense que ce soir, on a monté une grande mentalité. Ça a été un peu le résumé de notre saison. On a eu du mal au début. Et après, on a vraiment du bon. Et voilà, je pense que ce soir, on a une réponse par rapport au GBA. On a répondu par les actes sur le terrain parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites avant le match. Je pense qu'ils ont beaucoup parlé. Et ce soir, on a montré avec tout le public et avec tout le cercle qu'on était plus fort qu'eux. Et c'est la réponse. Et on va aller en dernier l'année prochaine. Qui est le joueur qui va finir le plus bourré ce soir, vous croyez? Bah, je sais pas. Tout le monde, je pense. Ça va être une fête pour tout le monde, pour tous les supporters et surtout, je pense, pour le staff et les dirigeants qui ont beaucoup travaillé pour nous les jours soirs. C'est une grosse récompense pour tout le monde. Cardona, un des joueurs clés de ce championnat avec Cercle de Bruges. Quel bonheur! Oui, c'est magnifique de gagner en plus devant nos supporters. C'était très important pour nous. On est champion! C'était très important pour nous et aujourd'hui on l'a fait. Et on remercie tous ces gens qui sont venus nous soutenir depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'est entièrement mérité cette victoire. Et on est en D1, ça y est. Et sans doute, tu vas rester à Cercle de Bruges quand même. On va voir, on verra. Non, mais sérieusement. On verra, je sais pas, on va voir. Je sais pas. Combien de bières? Absoluut, we gaan het in het Engels doen. What are your feelings after this tremendous game, this excitement, incredible game? It's just an amazing feeling to have a dream. And we had this dream to take over this historic club, to put it back where it belongs in the League One. But to achieve it in such a short time and with this suspense that we lived through tonight, this is just incredible. And I'm very happy for the president of Monaco, Dmitry Rybalovlev, for the Prince Albert II of Monaco, because I know they followed the match tonight. And thanks to the coach, the players, all the supporters, it's a huge achievement and this is just feels great. I don't know if you like the Hitchcock movies. What do you think of the scenario that played out tonight? It was crazy. It's crazy and it's I think we need a few days to recover. Is Monaco going to...